de horizon van Tiel, aan de Waal in Hartje Betuwe. Met als levensader en optimale bereikbaarheid de A15 aan de noordzijde van de stad. Met langs die A15 het nieuwe Hotel Tiel. De 100ste vestiging van het Van der Valk-concern. Vaak wordt gevraagd hoe het ontstond allemaal. En daarom duiken we het archief in. Al meer dan 150 jaar bouwen verschillende generaties aan het familiebedrijf. Toen Nicolaas in 1862 in Voorschoten de Gouden Leeuw kocht, kon hij niet vermoeden dat dit het begin was van een imposant imperium in de Nederlandse horecawereld. Het was de jongste zoon van Nicolaas van der Valk, Martinus, die in 1929 de onderneming van zijn vader overnam en het groot maakte. De toekan is het onmiskenbare beeld van der Valk en heeft als broedplaats het dak van Avifauna en Alfa aan de Rijn. Rond 1956 is de familie van der Valk al een tijdje op zoek naar een bruikbaar beeld als symbool. Natuurlijk werd er ook gedacht aan een valk, maar zo net na de oorlog was dat niet zo'n goed idee. Daarom werd het de toekan. In 1970 kwam de derde generatie valkpioniers. Voor elk kind een eigen zaak, zo was ooit bedacht. Deze generatie groeide hecht met elkaar op. Het versterkte de eenheid binnen de familie. De vierde generatie gooide het roer om. In 1995 kozen ze voor onafhankelijkheid en kwam er een splitsing tot stand binnen het concern. Ondanks die splitsing bleek de wil om met elkaar verder te gaan onder de toekanvlag groter dan afzonderlijk verder te gaan. De vijfde generatie valken staan al bijna klaar om de leiding over te nemen. Hoi, herken je me al? Ik ben de paashaas en wij vieren Pasen op 27 en 28 maart hier in Hotel Tiel. Ik ben alvast de route aan het verkennen, want wij hebben een hele grote paaseierenzoekwedstrijd. En er zit één heel speciaal ei tussen en dat is ons gouden paasei. Neem papa mee, mama, opa, oma, ooms, tantes, broers, zusjes. Iedereen is welkom. Je kan bij ons brunchen, we hebben live cooking diner, maar we hebben ook een paaskeuzemenu. Wil je nou meer weten? Laat papa en mama even op de site kijken. www.hoteltiel.nl. Bij de entree van het hotel vind je vier grote glazen etagères met prachtige sieraden. Maar wat is nou eigenlijk het verhaal hierachter? Ik was 14 toen ik bij de Kamer van Koophandel langs ging om mezelf in te schrijven. Ja, toen was ik de jongste ondernemer van Tiel, dus dat was wel heel erg leuk. Toen hebben we onze sieraden verkocht bij de hotels. Nou, nu hebben we inmiddels al 7 winkels. Omdat ik ook nog bij Van der Valk zelf werk, heb ik er niet helemaal tijd meer voor, maar we hebben wel een hele mooie collectie die hier staat. Een verzameling van betaalbare en goede kwaliteit sieraden. We hebben sowieso een betaalbare prijs voor de sieraden. Want als iemand een overnachting betaalt, dan willen ze niet voor hetzelfde geld een sieraad kopen, maar gewoon wel een betaalbare prijs daarvoor. Een leuk cadeau-idee. Ja, de sieraden die zijn erg mooi, vind ik zelf.